ja, het is zo belangrijk om weer terug te keren naar de natural law. Jouw kompas, jouw innerlijke waarheid. En daar ook voor te gaan staan. En dat is echt niet altijd makkelijk. Dat weet ik uit eigen ervaring, weet ik ook van al mijn cursisten, al mijn klanten. De waarheid onder ogen zien is pijnlijk, maar echt, het bevrijdt altijd. Stoppen met heel veel dingen waar je helemaal in verstrikt bent, is echt niet makkelijk. En je hebt soms ja te zeggen tegen jezelf en nee te zeggen tegen anderen. Grenzen stellen, je plek innemen. En natural law is voor mij echt contact met de ware bron, niet met de matrix die ons eigenlijk ook oplicht, oneerlijk is, onecht is. En, maar met de ware bron, natural law, je weet, je voelt diep van binnen altijd of iets wel of niet klopt. Het is een soort innerlijk kompas wat voorbij goed en fout gaat wat mensen bedenken. Het gaat voorbij de wetten die mensen bedenken. Slavernij was legaal. De Holocaust was legaal. Maar dat klopt natuurlijk gewoon niet. Onderdrukking klopt niet. Oplichterij klopt niet. Diefstal klopt niet. Mensen onderdrukken klopt niet. We zijn spirituele wezens vanuit licht, vrijheid, soevereiniteit. En dat wordt zo ontzettend ingeperkt, gecontroleerd, ingespeeld op angst, schuld, schaamte, tekort, wraak, genoegdoening. En het is zo belangrijk om daar met z'n allen uit te stappen. Want we hebben allemaal dat innerlijk kompas. Niemand uitgezonderd. Alleen door angst wordt dat innerlijk kompas en jouw innerlijk licht wordt letterlijk verduisterd. En hoe meer je daarin verstrikt zit, hoe moeilijker het ook is om eruit te komen. Maar je hebt het wel. Er is altijd dat lichtje, die goddelijke vonk in jou, jouw innerlijk kompas, die afstemming met de bron. Wat het duister ook doet, hoe diep je ook in die matrix verstrikt zit, op het moment dat jij je weer gaat afstemmen op jouw innerlijke waarheid, op die innerlijke law, en dat ook durft te doen, hoe meer mensen dat gaan doen, hoe meer mensen dat voorbeeld zijn, hoe makkelijker het wordt voor iedereen om te volgen. En want we zijn allemaal bang om niet aardig gevonden te worden en niet bij te horen, buitengesloten te worden, niet goed genoeg te zijn, niet de moeite waard te zijn. Maar juist die angst zorgt ervoor dat wij ons aanpassen. En het is zo belangrijk om te stoppen met oordelen. Want niet oordelen maakt je vrij. Dat heb ik ook echt zelf ontdekt. En elke keer kom ik ook weer een laag dieper.